Nou, jullie weten inmiddels dat koolstof een heel fascinerend element is. Hè. Het staat in groep 4 van het periodiek systeem. Het kan heel makkelijk 4 bindingen vormen met andere elementen. Bijvoorbeeld met waterstof en dan noemen we het koolwaterstof. Daar heb ik in het eerste filmpje met jullie over gehad. De alkanen, we hebben de alkanen gezien van 1 tot en met 10 koolstofatomen. Ze kunnen veel groter worden. Maar daar heb je dus gezien, geleerd, dat, dat koolstof eigenlijk met waterstof kan binden. Hè, en vandaar koolwaterstoffen. Maar dat koolstof ook met elkaar kan binden en dus hele lange moleculen kan maken. Hier is bijvoorbeeld, deze laat ik nog een keer zien. Dit is E10. En je ziet hè, dat koolstof in dit molecuul 3 keer gebonden is met een ander koolstof. En dat er dan 2 waterstofatomen aanzitten. Er zijn echter nog veel meer mogelijkheden en daarom is die organische chemie zo fascinerend en ook zo uitgebreid, dat vakgebied. Koolstof kan namelijk ook binden met halogenen. En jullie herinneren je waarschijnlijk nog wel dat de halogenen de groep 7 van het periodiek systeem zijn. Fluor, chloor, brom en jood. Groep 7 van het periodiek systeem betekent dat de halogenen 7 elektronen in de buitenste schil hebben. Die zijn dus almost there, hè, om het maar zo te zeggen, hebben bijna die gewenste edelgasconfiguratie van 8 elektronen in de buitenste schil. Om dat nou te bereiken, die toestand, wat jullie dus hier zien is een molecuul wat jullie natuurlijk sterk doet denken aan het eenvoudigste koolwaterstof, methaan, met 1 koolstof in het midden. Bij methaan zaten er 4 waterstofatomen omheen, hier heb ik nog 1 waterstofatoom en de andere 3 zijn chlooratomen. Zoals ik net al vertelde, chloor is een halogeen, hij heeft 7 elektronen in de buitenste schil. En wat je hier ziet is dat je krijgt een beetje samen spelen, samen delen. Hè? Dus een van de elektronen in de buitenste schil van chloor gaat nu een binding aan met een van de elektronen van koolstof. En op elk moment lijkt het dan, als het ware, of chloor er 8 heeft. Hè? 7 van zichzelf en ook een klein beetje van koolstof. En in dit geval is dat kleine beetje trouwens ook net iets meer als dat het waterstof was. Hè. Waterstof trekt zelf net iets minder hard hè, aan die elektronen, zeg maar, als chloor. Hè. Je zou kunnen zeggen, misschien een beetje in humane termen, maar chloor is in die zin wat inhaliger, hè, wat asocialer. Die trekt wat meer van die gemeenschappelijke elektronen naar zich toe. Maar hoe dan ook, het doet je heel erg sterk denken aan methaan. En dat zit ook in de naam, hè? Want de naam van dit molecuul is trichloormethaan. Dus dat methaan komt gewoon terug, alleen staat er nu trichloor voor, 3 voor 3, trichloormethaan. Overigens kennen wij in de chemie bij de naamgeving vaak ook wel triviale namen. Hè? Dus trichloormethaan is de officiële naam en triviaal, Jan Pieter Klaasje, zeg maar, noemen we dit chloroform. En mogelijk dat jullie chloroform nog kennen vanuit het verleden. Het is een heel oud middel. Het was vroeger een narcosemiddel, een narcosegas om iemand in slaap te brengen. Maar vanwege het ongelooflijke gevaar van het molecuul, je kon er makkelijk een overdosering van krijgen aan sterven. En er zijn ook nog wat moorden mee gepleegd met dat chloroform. Is het een goedje wat uit de handel is, hè? Dat dus niet meer gebruikt wordt. Nou, een ander gehalogeneerde koolwaterstof, ik denk wel, is deze wil ik jullie ook zeker niet onthouden. In tegenstelling tot chloroform zien jullie hier 2, dus een binding van koolstof met een ander koolstofatoom. Dat kan, hè, dat heb je geleerd en je weet inmiddels ook dat dat dus een ethaan is. Hè. Dat blijft zo. Alleen het is ethaan met nogal wat kleurtjes eromheen. Ook hier zie je er weer 3 chloor omheen hangen, maar je ziet ook nog 1 brom. Je ziet hier naast het waterstof zie je nog een chlooratoom, je ziet een bromatoom en je ziet 3 fluoratomen. Hè. Dus deze heeft 3 verschillende halogenen in het molecuul zitten. En met de naamgeving moet je bedenken dat het uiteindelijk toch eindigt op ethaan. Maar dat er in dit geval iets voor zal gaan zitten.
En in tegenstelling tot wat ik net zei, ga ik hier lekker de naam niet verklappen aan jullie, want het is natuurlijk wat moeilijker. Moet je even met wat meer regeltjes rekening houden. Dus mijn vraag aan jullie is, kunnen jullie dit eens op naam brengen? Overigens was ook dit onder de merknaam Halothaan vroeger een gerenommeerd narcosemiddel. Dus kennelijk doet het wel wat, hè? Die houden geen open moleculen. Ik vind het trouwens leuk, schiet me nou in één keer te binnen om daar toch iets over te vertellen. Dat fluor is ook een heel apart element. En grappig dat ik daar nu in één keer aan denk. Heel veel van die narcosegassen die hebben dus kennelijk fluor. Dus het halothaan was dat ook zo. Tegenwoordig gebruiken ze geloof ik desfluoraan. Want dat halothaan mag ook niet meer, ook te gevaarlijk. En als je dus het molecuul van desfluoraan op gaat zoeken, daar zit nou fluor ook al in, dan zie je dat dat nog veel meer fluor atomen heeft. En dat is best wel een wat groter molecuul. Het blijven allemaal maar gassen. Daar heb ik over nagedacht. Dat is best wel bijzonder. Want in mijn vakgebied, in het nucleaire vakgebied, als wij kernbrandstof maken, uranium, als je uranium uit de bodem haalt, zit daar maar 0,7% van het splijtbare uranium-235 in. Dat is te weinig om in een kerncentrale te gebruiken en al veel te weinig om in een kernbom te gebruiken, als je dat zou willen. Een kerncentrale heeft ongeveer 4% uranium-235 nodig. Overigens, de rest is uranium-238. Hè. Dat is een isotoop met drie neutronen meer dan 235. Jullie weten, isotopen zijn dezelfde stoffen, maar verschillen. Hè, dezelfde plek op het periodiek systeem. Dus allemaal uranium, maar verschillen in het aantal neutronen in de kern. Nou, dat uranium-238 is dus ook 3 zwaarder als 235. En je wilt dat dus scheiden op de een of andere manier, zodat je dat U235 in een wat zuivere vorm hebt wat meer verrijkt. Je noemt dat dus letterlijk uranium verrijken. Een redelijk confidentieel proces waar ik niet veel over kan vertellen. Het is een heel interessant proces, want om die stap te bereiken, hè, dat je die isotopen gaat scheiden, je moet je voorstellen hoe moeilijk dat is, je hebt het over atomen, kun je dat natuurlijk niet zomaar een brok uranium ergens in de centrifuge gooien en maar hopen dat het aan elkaar flikkert. Dat zal niet gaan. Dus dan moet je er een gas van maken. En het gas wat wij gebruiken in de nucleaire industrie is uranium hexafluoride. En de naam zegt het natuurlijk al. Uranium in het midden en hexafluoride is 6 fluor eromheen. En hoe kom ik daar nou op? Waarom is dat nou zo fascinerend? Dat is natuurlijk geen koolwaterstof, dus dit moet je maar even terzijde nemen. Maar de molecuulmassa, dat voel je wel aankomen, van uranium hexafluoride is heel hoog. Vanwege dat enorme massieve uraniumatoom. Dat weegt maar liefst 352 gram per mol. En als je daarover nadenkt, dan zeg je, maar dat kan toch überhaupt geen gas zijn? Iets wat zo zwaar is en toch een gas. En toch is het een gas. Grappig, hè? Uranium hexafluoride is een gas, want dat moet in die ultracentrifuges. Om, zeg maar, door middel van een enorme omloopsnelheid de zware isotopen van de lichte te scheiden. En dat doen we dus op die manier met uranium hexafluoride, dat dus heel zwaar is, maar toch een gas. Wij zeggen als scheikundigen, dat is een leuke uitdrukking, een leuke gevleugelde uitdrukking, om het zo maar te zeggen, fluor geeft vleugels. Daar moet je maar eens aan denken, vind ik leuk om het jullie over te dragen. Hè? Dat is echt een uitdrukking, dus fluor geeft vleugels. Op een of andere manier, zodra er fluor in een molecuul zit, kun je heel lang doorgaan met toename van atoommassa en het zal toch een gas blijven. Oké, ik wil toch weer even terug naar de koolstofchemie en wat ik van de halogeenalkanen net verteld heb. CQ de chloroform en de halothaan en de desfluoraan en dergelijke. Het lijkt het mij leuk om zometeen af te sluiten met een klein stukje uit een klein stukje film over narcose, zeg maar, uit de Netflix-serie Hannibal, die ik momenteel volg. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben gek op scheikunde en ik ben al helemaal dol van de organische chemie. Maar nog veel leuker dan organische chemie en scheikunde vind ik de Netflix-serie Hannibal. Dus die kan ik jullie echt aanbevelen. En daaraan sluitend zal ik dan Hannibal Lecter zijn woorden nog eventjes aan jullie overgeven. Want hij doet ook een uitspraak over die heel erg past bij koolstofchemie. Alleen heeft hij een beetje bizarre gewoonte in het leven van hoe hij met koolstof, zeker met mensen omgaat. Maar goed, dat terzijde. Vind ik leuk, dus die krijgen jullie nu als afsluiting.
Ik hoop dat het leerzaam was. What do you hear? A melody. The orchestrations of Carbon. You and me.